Goeiedag. Ruitenkrabben, dat hebben we de afgelopen dagen toch wel hier en daar moeten doen al in het land. En de grote vraag is natuurlijk of dat ook verder in december moet gaan gebeuren. Nou, dat denk ik wel, want het hoort bij december. Of het ook echt koud winterweer wordt, daar gaan we nu naar kijken in de nieuwe 30-daagse. Ja, die nieuwe 30-daagse die pakken we op bij de luchtdrukafwijking voor komende week. De week van 6 tot en met 13 december. En dan zien we dat er nog steeds een afwijking van lage drukgebieden is boven Groot-Brittannië. En dat betekent dat onbestendig weer voorlopig nog wel zal blijven. En met het onbestendige weer komt natuurlijk ook veel neerslag onze kant op. En dat lijkt vooral in de eerste helft van de week nog wel te gaan gebeuren. De neerslagafwijking die laat heel duidelijk natuurlijk een signaal zien boven het Verenigd Koninkrijk. Want daar trekken die depressies allemaal overheen. Maar ook richting Nederland komen toch wel storingen voorbij schuiven. Nederland oogt wit, dat betekent dat er niet een significante afwijking van betekenis wordt verwacht. Maar het groen is wel dichtbij en ik hou er gewoon rekening mee dat zeker de eerste helft van volgende week het nat zal zijn. En ook komend weekend zal het nat zijn. Qua temperatuur blijft het ook nog wel een tikkeltje fris. Zeker in de eerste helft van de week verwacht ik temperaturen die nog wel onder normaal zijn. Daarna gaan er wel dingen veranderen. In de loop van de week dan gaan de temperaturen omhoog. Dat is ook duidelijk te zien in de 15-daagse. En dat betekent dat we richting normale waarden gaan. En dat is zo aan het begin van december een graad of 7. Later in december wordt dat een graad of 6. En die verandering, dat heeft te maken met de verandering in windrichtingen. Dit is misschien een wat ingewikkeld plaatje. Ik probeer het even uit te leggen. Elke kleur, dat geeft een voorkeursrichting voor de wind aan. En we zitten afhankelijk natuurlijk in dit deel van deze pluim. Dit is voor het komende weekeinde. En dan heeft de windrichting een voorkeur voor het westen. En dan begin volgende week komt daar een oostelijke voorkeur in. Dat zijn die blauwe en groene kleuren. Maar dat is maar tijdelijk. Want daarna wordt het allemaal zuidelijk. Zuid, zuidwest of zuidoost. En u kunt zich voorstellen, als dat de voorkeursrichting wordt, dat dan de aangevoerde lucht ook warmer wordt. En dat zien we ook terug in de temperatuurverdeling. Ik ga terug naar de luchtdrukafwijkingen. En dit is voor de week van 13 tot en met 20 december. Een krachtig hoge drukgebied ligt er dan boven het noordoosten van Europa. Dat is de verwachting met heel veel kou nog steeds. Ook in Scandinavië. Afgelopen week hebben we diverse records gezien in Scandinavië voor wat betreft de kou. Maar die kou die komt niet echt onze kant op. Want hier kunnen we ook zien dat de stroming waarschijnlijk in deze week nog steeds een zuidelijke voorkeur gaat houden, omdat het krachtige deel van het hoge drukgebied te ver ten noordoosten van ons blijft. En daardoor krijgen wij te maken met een meer zuidelijke stroming. En dat zien we direct terug aan de temperaturen. We verwachten voor de week 13 tot en met 20 december zelf iets warmer weer dan normaal. Kan nog steeds best wel wat wisselvallig weer zijn hoor, dat er af en toe een storing overtrekt. Maar de neerslagprognoses die zijn wel wat droger. Ja, en dan komen we natuurlijk in de week van de kerstdagen, 20 tot en met 27 december. Dan zien we een afwijking van hoge druk, ja, een beetje ten noorden van Nederland. Maar die afwijking die is niet heel sterk. In Midden- en Zuid-Europa zien we nauwelijks afwijking in het luchtdrukpatroon. En dat betekent dat er toch vaak nog steeds een zuidelijke of westelijke stroming zal zijn. Misschien een oostelijke stroming. Er zijn een paar leden in de lange termijn pluimen die dat laten zien. Maar verreweg het grootste deel gaat toch zeker ook in de bovenlucht voor een westelijke stroming. Dat betekent dat de temperatuur niet al te veel zal gaan afwijken. Met andere woorden, op lange termijn toch wel een zuidwestelijke voorkeur. En dat betekent over het algemeen voor onze omgeving dat we geen koud winterweer krijgen in december. Natuurlijk, er zijn af en toe best wel nachten met vorst. En er kan misschien ook nog wel een winterse bui vallen. Maar koud winterweer voorzie ik niet in december. Nog een fijne dag.